Ja, nou, als eerste natuurlijk fantastisch dat die mensen er zijn. Hè? Dus ja, dat geeft voor ons, maar ook voor die spelers gelijk weer de juiste energie. En dat zegt ook weer genoeg over hoe deze club leeft. En, ja, en op je vraag terugkomen de eerste dagen. Ja, we hebben natuurlijk de testdagen gehad. Met de staf zijn we natuurlijk al eerder bij elkaar gekomen. En ja, dat we goed voorbereid aan de eerste dag konden beginnen. 6 jeugdspelers die meetrainen, dat is ook al mooi om te zien natuurlijk. Ja. Ja, wat voor jongens zijn het en hoe ga jij ze prikkelen? Want jij wilt natuurlijk zien hoe zij die eerste dagen doorkomen of eerste weken. Nou, we hebben ze zich al voor laten stellen tijdens het ontbijt. Hè. Dus dat is altijd al een beetje spannend voor die jongens. Maar ja, sommigen hebben al eerder meegetraind hier, dus dat is ook niet nieuw. Maar ja, ik heb die jongens ook gezegd van je moet gewoon lekker jezelf laten zien. En veel initiatief nemen en er mag van alles fout gaan. Maar vooral gas geven. En, ja, en vorig jaar waren er ook al een hoop jongens. Hè. Denk even terug aan Dani en nog wel een paar die uiteindelijk toen ook erbij gebleven waren. Dus ja, voor die jongens een mooie kans. Ja, het is vanuit mijn kant heb ik al heel vroeg aangegeven dat ik hier graag wilde blijven. Vanuit de club is dat eigenlijk ook zo naar mij uitgesproken. Toen zijn we op tafel gaan zitten en dat heeft inderdaad wat langer geduurd dan gebruikelijk, maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen. Ja, het is het tweede jaar keukenkampdivisie, dat is een deceptie natuurlijk. Hoe heb jij dat verwerkt? Ik denk een beetje hetzelfde als iedereen. In één keer is patsboom het seizoen over en klaar. Moet je de scherven gaan rapen en een stukje ja, ontladen, kun je het wel noemen, in je vakantie. Maar ook kijken van mochten we eruit komen en dat akkoord ligt er nu, van hoe kijken we naar de toekomst. En daarin kun je aan vorig jaar niks meer veranderen en ik denk dat we gewoon vooruit moeten kijken. Ja, dit is eigenlijk jouw eigen start als hoofdtrainer natuurlijk. Ga je daar wat anders doen of blijf je, wat ga je veranderen? Ja, er zullen genoeg dingen natuurlijk anders zijn. Hè. De manier van spelen die zal anders worden. Dat is volgens mij al meer over gesproken. Hè. Dus hoe de club daarin staat, uiteraard hoe ik er zelf in sta. Ja, vorig jaar hebben we daar natuurlijk een keuze in gemaakt van ja, we hadden een tekort aan goals. Nou, dan denk ik dat we dat na de winterstop, als ik kijk, de statistieken voor en na de winterstop, dat we op dat gedeelte meer goals maken, meer kansen creëren, meer punten halen uiteindelijk. Dat we dat voor elkaar gekregen hebben. Alleen ja, je hebt niet je doel gehaald, hè? Dus daar ben je natuurlijk niet tevreden over. Ja, nu is het gewoon kijken of we nog een paar extra wapens erbij kunnen krijgen. Ja, zodat we binnen de manier van spelen, hè, binnen 4-3-3, dat we daar voldoende wapens hebben om wedstrijden makkelijk te gaan winnen. Je bent natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest afgelopen seizoen. In de eindfase was je er wel weer bij. Hoe is het überhaupt met je fitheid? Goed. Goed, wat is goed? Ja, helemaal fit. Dus, en dat hoop ik ook zo te houden. Nee, dat is ook een issue geweest voor mij. Moet ik wel even uit elkaar halen van het jaar daarvoor een contactblessure. Afgelopen jaar toch wel 2-3 spierblessures gehad. Daar gaan we ook een iets wat andere invulling aan geven. Dat heeft niks te maken met minder trainen, maar op een andere manier trainen. Dus wellicht ben ik maar een stukje korter op het veld of zul je mij andere oefeningen zien doen. Ja, alles met het oog om fit te zijn en fit te blijven. Die 250 wedstrijden die moeten we dan wel gaan halen? Dat is een van mijn doelstellingen. Nou, gisterochtend werd het competitieschema natuurlijk bekend. Mensen zeggen het is pittig. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, op papier uiteraard wel. Hè. Dus een aantal teams die bij de eerste 5 geëindigd zijn en een aantal teams die gedegradeerd zijn. Die zullen ook de ambities hebben en die zullen ook flink investeren om klaar te zijn voor die start. Dus, maar ja, weet je, het is uiteindelijk op papier. Vorig jaar hadden we op papier misschien een mindere groep met tegenstanders. Maar ja, hebben we ook niet het maximale aantal punten eruit gehaald als wat we op dat moment wilden. En daar hebben we natuurlijk ook een heel seizoen achteraan, ik zou bijna zeggen, harken. Maar weet je, het is zoals het is, dus daar kan je heel moeilijk over doen. Maar ik maak me niet zo druk over welke tegenstander we mee gaan starten wel of niet.